Nou, voordat we over de wedstrijd praten, willen ze graag weten. Hugo had een uitvoerig betoog dat Steven Berghuis zo reëel was. Kan de Feyenoord supporters niet volledig geruststellen. Kan jij ze enigszins geruststellen, Dick? Of in welk opzicht? Nou ja, of die wel of niet blijft. Nee, maar ja, dat wisten we. Steven heeft gezegd, als er echt iets moois komt, maar dan moet er wel echt iets heel moois komen. Ja, dan gaat hij erover nadenken. Ja, oké, dat weten we. Dus die ruimte hebben we hem gegeven. En dat is achteraf natuurlijk niet zo goed geweest. Want? Nou, want het is een geweldig speler. Ja, ja. Hij was vandaag ook weer heel belangrijk. Laten we beginnen bij het begin, Dick. Jullie begonnen goed. Ja, 10 minuten. Ja. 12 minuten. Ja. En dan... Maak je een goede goal. En wat gaat er dan mis? Ja, ik denk nog steeds... Jij hebt er een andere mening over. Ik denk dat je dan toch compacter moet spelen. En niet die drie voorin jagen en de rest naar achter lopen. Dan moeten die drie, zonder dat je in de problemen komt, simpel 10 meter naar achteren. En dan zet je het vast wat we de tweede helft deden. En toen hebben we die tegenstander ook niet meer gezien voor de goal. Nou, ik had de indruk dat jullie met 9 mensen erg compact waren. En dat je diepe spits te ver weg was. Klopt dat? Dat heb ik ook in de rust gezet, maar niet alleen hij. Onze andere twee die waren ook vrij hoog. Nou, wij weten dat we defensief niet de beste verdedigers hebben op het middenveld. Ik bedoel, het zijn aanvallend ingestelde spelers. Ja. Dus het liefst wil ik ook vroeg storen. Maar we hebben vorig jaar bewezen dat we dat niet in ons hebben. Nou, zak een beetje terug en wacht tot je de kans krijgt. Maar we hebben genoeg voetbalkwaliteiten om op een gegeven moment die wedstrijd uit te spelen. Heb jij wel eens, want ze hebben een minuutje of 20, 25 echt gas gegeven, hè, na jullie 1-0. Heb je dan dat je denkt van, Jezus. Nou, het grote probleem vandaag was ook wel eens, er waren te veel spelers, zaten niet in de wedstrijd. Ja, en dan kun je wel blijven schreven, maar dat helpt natuurlijk niet. En wie bedoel je? Nou, we hebben wel een groot aantal spelers die niet hun normale vorm brachten. Nou, dat heb ik ook gezegd in de rust. Dat kan alleen maar beter. Wie vond je wel hun normale vorm? Nou, ik vond Diemers goed spelen. Ja, goede klik met Berghuis. De momenten van Stevie, die uiteindelijk nog 2 goals meer kan maken. En af en toe deed het redelijk. Maar er waren een aantal bij die te weinig brachten. Ja, dan bedoel je de backs, denk ik. En, wie? De backs. Nou, die speelden vrij behoudend. Terwijl juist ons spel is. Toch over verdedigers gesproken. Dick, Geert Ruida. Ja, die heeft het zeker voetballend goed gedaan. Hè? Rust. Nou, die heeft ook vorige week daar gespeeld. Dat deed het ook goed. Dus ja, dat is alleen brengt ons meer mogelijkheden. Dick, hoe heet die speler nou? Die Servier die bij Krasnodar speelt, die jullie gaan halen. Prajic? Ik weet niet hoe de naam is. Nee, jij kwam ermee. Ja, dan moet ik mee met mijn papieren. Nou, zorg dan dat je je spullen erbij hebt. Ik ben de naam even kwijt. Help me dan even. Ik weet niet. Hij speelt in Krasnodar. Ja, heb jij ooit bij Zenit met hem gewerkt? Nee. Nee? Bij Servië met hem gewerkt? Ook niet. Ook niet. Maar je kent hem wel? Ja. Zeg dan even die naam, maar dan moet ik anders al die papieren erbij halen. Niemand zegt het in mijn oor ook. Dick. Nee, dus ze zit hier uit te dagen daar in die studio. Ja, hey, ja. Hoe is het gezegd dat Hugo er goed uitzag? Ja? Hans. Geef hem nog één keer de naam. Het is Uros Spajic. Uros Spajic. Spajic, juist. Ja. Leuk dat je me helpt, Dick. moet Jan Joost. Ik wist de naam echt niet. Dat betekent dat de kans groot is dat hij komt? Ja, die zou geloof ik maandag komen. Oh. Het is al rond. Nou, niet rond, maar voor een gesprek, hè? Nou ja, je komt niet zomaar naar Nederland, toch? Niet. Van Krasnodar. Het is rond. Nee, het is nog niet rond. Hartstikke gefeliciteerd, Dick, met een ouderwetse advocaatoverwinning. En Prajic... Een ouderwetse tweede helft de tegenstander niet gezien. Ik zeg niks. Nee, nou, dank je wel. Gefeliciteerd, Dick. Dank je wel, Hans. En met die nieuwe speler. Hoe heet hij ook alweer? Ik weet het niet. Prajic. Prajic. Dick.